De beoogde driemansfractie van de Stadspartij in de gemeenteraad komt er een stuk anders uit te zien. De nummers 2 en 3 op de lijst, Wim Maat en Hans Moerkerk, komen niet in de raad. Dat komt omdat Anna Riemersma, die op 7 stond, en de nummer 8, Mariette Woldhuis, meer voorkeursstemmen kregen dan Moerkerk en Maat. Dit bleek uit de definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen die vandaag werd gepubliceerd. Raadsnestor Jan Evenhuis, die 32 jaar raadslid was voor de VVD, keert in de komende periode definitief niet terug. Evenhuis stond zesde, maar de VVD duikelde van zes naar drie zetels. En Evenhuis wist niet genoeg voorkeursstemmen te bemachtigen. Voor de SP werd lijstduwer Jannie Visser met voorkeursstemmen gekozen. Maar de wethouder wil niet meer in de gemeenteraad. Bij D66 komt Fleur Woudstra door voorkeursstemmen in de raad. Dat gaat ten koste van de nummer 9 Emiel Zirkzee. De gemeenteraad houdt maandag een debat over de verkiezingsuitslag. Van elke raadsfractie doen twee vertegenwoordigers mee. Er wordt teruggekeken op de uitslag, gepraat over de samenstelling van een nieuw college en welke thema's daarin belangrijk zijn. Ook wordt besproken welke opdrachten een informateur zou moeten krijgen. Verdediger en oud-SCV Namspeler Angelo Seintje en aanvaller Arjen Hagenau maken zaterdag voor het eerst deel uit van de selectie van FC Groningen. Trainer Erwin van der Looy moet een beroep op hen doen vanwege het grote aantal geblesseerden bij FC Groningen. Dat zijn onder meer Michael de Leeuw, Tommy Jarié, Stefano Magnasco en Hilal Ben Moussa. Joël van Nieuw is geblesseerd. Verdediger Erik Botteguin kan wel spelen. Zijn rode kaart tegen Ado Den Haag werd geseponeerd. De wedstrijd tegen Vitesse wordt zaterdag om kwart voor zeven gespeeld in het Euroborststadion.